Ik begrijp dat Bas ook een vraag heeft voor je. Die had hij speciaal voorbereid, toch? Nou ja, het is alsof ik wist dat je hier zat. Kijk, mijn vader en moeder, die hebben dus een dekbed. En ja. Dan hebben ze van die kussens. En mijn vader heeft het kussen altijd op... De ene kant staat yes en de andere kant staat no. Maar mijn vader heeft het kussen altijd op yes. Ja. En mijn moeder altijd op no. Wat moet mijn vader doen om mijn moeder ook een keer op yes te krijgen? En dat zijn ongeveer, hele... mijn vader is 76. Nou kijk, het voorbeeld in een plaatje zegt al genoeg. Ja. Veel geduld, veel romantiek. En dat kan nog wel eens helpen. Hoe oud zijn die mensen? Mijn vader is 76, dus mijn moeder is 5 jaar jonger. Dus ja, maar dan lukt het toch wel, hoor. Wel. Nou, dus dat... ja. Als maar lekker... Iets meer tederheid, iets meer attentie, iets meer... Ik zal mijn vader voorspel. Ja. Vooral de tijd nemen. Dus ja, hoor. Meer de tijd nemen. Meer de tijd nemen, romantisch zijn. En ja, het is dat toch belangrijk. Dat zit er bij ons niet binnen. Bij jou lukt het ook nog steeds. Ik heb onlangs dat boek gelezen. Seks wordt pas interessant boven de 50. Ja, zeker. Een heel leuk boek. Ja, ja. Maar hij vroeg iets aan je. Ja, ik heb er antwoord op gegeven. Wel dan. Ja, dat kan toch gewoon. We hebben Rutte hier ook zover gekregen dat hij zegt dat hij het gedaan heeft. Als Rutte het zegt, dan kan ik ook rustig zeggen, het gaat allemaal nog prima. Ja! Applaus! Goed hoor, dit.